vitaliteit. Wat is dat nou voor begrip? Ik zou niet eens weten hoe je het precies moet vertalen. Voor mij is vitaliteit wat ik bijvoorbeeld vandaag doe. Dat is van en naar mijn werk lopen. Ik doe dat nu sinds een jaar of drie. Kost me een half uurtje en moet je kijken, dat prachtige uitzicht. Dat is ruimte, dat is vrijheid. En het is ook gezond, het is bewegen. En ik denk dat vitaliteit voor mij een paar dingen is. Het is bewegen en sporten. Het is gezond eten, goed met je lichaam omgaan. En het is ook rust in je hoofd. De vrijheid om de dingen te doen die je wil. En ik snap natuurlijk heel goed dat mensen met Parkinson in een aantal opzichten die vrijheid helemaal niet hebben. Terwijl je het iedereen van harte gunt. En hoe je als mens met Parkinson, als gezin, als familie met Parkinson, zelf kunt werken aan die vitaliteit, dat is nog best een uitdaging. Meer bewegen is absoluut essentieel. We hebben ook een aparte uitzending van Parkinson TV gemaakt over het belang van bewegen. Een sportcoach, een fysiotherapeut kan je helpen bij het zoeken naar mogelijkheden die bij jou passen. Ik denk dat dat voor mij de essentie van vitaliteit is. Zoek iets wat bij je past. En natuurlijk hoeft niet iedereen een marathon te lopen. En misschien is ook niet iedere patiënt het gegund om hele stukken te lopen. Maar misschien kun je nog fietsen op een home trainer voor de televisie. Probeer te bewegen binnen je mogelijkheden. Gezonde voeding geldt voor ons allemaal. Het is heel makkelijk om ongezond te snacken. Maar gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Maar als je Parkinson hebt, is het extra belangrijk. De relatie tussen darmen en de hersenen wordt steeds duidelijker. De interactie tussen voeding, eiwitten met name, en de opname van levodopa, het medicijn dat in Sinemet en Madopar zit, is ongelooflijk belangrijk. De luie darmen, de obstipatie, daar kan voeding heel veel voor betekenen. Dus gezonde voeding is voor mij ook een stuk vitaliteit. En dan is vitaliteit inderdaad wat ik zei, die rust in je hoofd. De vrijheid om te genieten. En dat is echt in de breedste zin. En als je hoofd natuurlijk vol is met verdriet en zorgen, dan is daar geen ruimte voor. En ik snap dat hartstikke goed, hè. Dat is helemaal niet makkelijk om te horen dat je Parkinson hebt. En tegelijkertijd is de realiteit dat Parkinson er is. Dat het helaas nog steeds een ongeneeslijke ziekte is. En dus een plekje moet gaan krijgen, op de een of andere manier. Ongelooflijk belangrijk. Daar kan de neuroloog bij helpen. Daar speelt denk ik de Parkinson-verpleegkundige een hele belangrijke rol in. Daar kan een maatschappelijk werker een hele belangrijke rol in spelen. Daar hoort bij het praten met familie, met je omgeving. De patiënt zei laatst tegen mij, het uit de kast komen. Het zeggen dat je Parkinson hebt en je omgeving daarbij betrekken, kan er ook ongelooflijk belangrijk voor zijn. Nou, voor mij zijn dat allemaal elementen van vitaliteit en dat gun ik iedereen. Nou, ik ga doorwerken aan mijn eigen vitaliteit. Ik ga weer doorwandelen naar mijn werk. En ik hoop ook dat deze boodschap ieder van u inspireert om op je eigen manier, binnen je eigen mogelijkheden, te werken aan je vitaliteit.